Hier in de werkplaats repareer ik het misverstand dat het geluksstofje dopamine je alleen maar een lekker gevoel geeft. Er is namelijk ook een verband tussen dopamine en psychose. Wat er precies in iemands hersenen gebeurt tijdens een psychose, weten we niet. We weten wel dat er een verband is met dopamine. Dat is een stofje wat je hersenen aanmaken, bijvoorbeeld door te eten, door te sporten of door seks. Je voelt je er blij van en daarom hoor je vaak dat dopamine een geluksstofje is. Het maakt wel uit waar in je hersenen die dopamine zit. Bij een psychose heb je relatief veel dopamine in het centrale deel van je hersenen. En dat zorgt ervoor dat je prikkels en informatie anders verwerkt. Tegelijkertijd is het dopamineniveau aan de voorkant van je hersenen lager. En daardoor voel je lusteloos of vlak. Het zorgt ervoor dat je wat meer terugtrekt en ook dat je het lastig vindt om te concentreren. Dopamine is natuurlijk niet het enige stofje in je hersenen. Je hebt misschien ook wel eens gehoord van bijvoorbeeld adrenaline of serotonine. Al die stofjes zijn met elkaar in balans. Soms stijgt het ene stofje een beetje en soms stijgt het andere stofje. En als alles goed gaat, heb je geen hele grote schommelingen. Maar bijvoorbeeld door drugs te gebruiken, kan die balans verstoord worden. We weten onder meer dat cannabis veel invloed heeft op je hersenen. En als het uit de hand loopt, kan een psychose ontstaan. Je hersenen kunnen daarnaast ook van slag raken door bijvoorbeeld slaapgebrek, onverwerkte trauma's of stress. Die ontregeling kun je niet zien. Je merkt natuurlijk wel dat bij veel stress alles harder binnenkomt. Alles wordt je snel te veel. In de psychiatrie noemen we een psychose een mentale toestand. Je raakt je grip op de werkelijkheid kwijt. En daar heb je vooral zelf erg veel last van. De drie meest voorkomende symptomen van een psychose zijn hallucinaties, waanideeën en desorganisatie. Zeg maar chaotisch gedrag. Hallucinaties zijn beelden, geluiden of andere waarnemingen die niet werkelijk plaatsvinden. Alleen jij merkt ze op. Dat kan heel onschuldig zijn. Bijvoorbeeld als je denkt dat je telefoon voelt trillen in je broekzak, terwijl die op stil staat. Hallucinaties zijn dus niet per se slecht. Maar je hebt ook heftigere hallucinaties. Bijvoorbeeld dat je denkt dat iemand nare dingen tegen je zegt. Of dat je schimmen ziet. Of dat je denkt dat dingen zomaar gaan bewegen. Zulke hallucinaties kunnen je heel bang maken. Wanen zijn denkbeelden die afwijken van wat we de gedeelde werkelijkheid noemen. Alleen jij hebt ergens een verkeerde conclusie over getrokken en je raakt ervan overtuigd. Vaak speel je zelf een centrale rol in dat verkeerde denkbeeld. Ik kan jullie meenemen in die gedachten met deze foto. Dit is een drukke straat in New York. En als het goed is, word je niet bang als je naar deze foto kijkt. Maar een psychose kan samengaan met een achtervolgingswaan. Dan zie je op dit onschuldige beeld allemaal elementen die je angst aanjagen, omdat je denkt dat je achtervolgd wordt. Zo zie je hier dat er drie stoplichten allemaal op rood staan. Mensen willen je tegenhouden. Maar er zijn ook mensen met allemaal zonnebrillen op. Waarom zou dat zijn? Zouden ze onderdeel zijn van een geheime organisatie? En deze man met die pet op, dat is vast de leider. Die kijkt me zo direct aan. Het is duidelijk, ik word achtervolgd. Een derde symptoom is desorganisatie. Je gedraagt je warrig. Iemand in een psychose zou bijvoorbeeld kunnen denken dat deze lamp eigenlijk afluisterapparatuur is. En daarom pakt hij hem in. Of dat iemand denkt dat alle kleuren slecht zijn en dat je daarom alleen witte spullen bewaart. Hoe een psychose ontstaat, is voor iedereen anders. Maar het principe is ongeveer als volgt. Stel, deze bekers zijn allemaal verschillende mensen. En iedereen heeft een eigen limiet voordat hij overstroomt. Als dat gebeurt, raak je in een psychose. Dat kan een genetische oorzaak hebben. Sommige mensen hebben van zichzelf nu eenmaal een grotere psychosegevoeligheid. Bij hen zitten psychische problemen in de familie. Maar ook een trauma in je jeugd kan je kans op een psychose vergroten. Of een periode van slecht slapen. Of van heel veel stress. Daardoor kan bijvoorbeeld een oorlogstrauma uiteindelijk tot een psychose leiden. Als je beker overloopt, raak je dus de grip op de werkelijkheid kwijt. Om te herstellen kun je worden opgenomen in een kliniek. Je krijgt er medicatie die je hopelijk weer in balans kunnen brengen. En daar kun je een aantal van de factoren waardoor die psychose veroorzaakt is, verminderen. Je vindt de rust, dus minder stress. Je kunt therapie beginnen die je kan helpen met het verwerken van je trauma's. Zo kun je de psychische last die je met je meedraagt verminderen. Vaak kunnen patiënten na een paar maanden weer terug de samenleving in. En daar gaat het herstel verder. Maar niet iedereen herstelt helemaal. Voor maar liefst 80% van de patiënten blijft het niet bij één psychose. Een bekertje is echt niet ineens helemaal leeg.
En vaak zijn er mensen na een psychose bijvoorbeeld ook nog erg moe. En daardoor zijn ze nog stressgevoeliger geworden. Maar sommige dingen kun je wel veranderen. Je kunt bijvoorbeeld werk zoeken dat je minder stress oplevert dan je oude baan. Of in therapie blijven om je trauma's te verwerken. Medicatie kan ook goed helpen. Zo ben je meer dan alleen de psychose die je hebt meegemaakt en kun je op je eigen manier toch herstellen. Hoe gaat hoogspanning van 50.000 volt onze landbouw verduurzamen? Ik ben Ton, hoogspanningsspecialist, en in de volgende aflevering vertel ik hier alles over.